Diek Telgekamp, gefeliciteerd met je allereerste EK-wedstrijd, maar ook met je allereerste EK-doelpunten. Hoe voelt dat? Ja, heerlijk natuurlijk. Het is een heerlijk gevoel. Ik heb een lange trainingsperiode gehad. Hard werken, dus het is meestal fijn om gewoon gestart te zijn. En nu doorknallen. Ja, het lijkt me lekker als spits, hè? Als veelbelovende spits, dat je het meteen laat zien in die allereerste wedstrijd. Neem me even mee in de eerste goal. Stijn van Heijnen komt volle bak aanrennen en ik heb het gevoel van dat mijn man te veel naar de bal aan het kijken is. Dus ik probeer eens rug te bewegen. Ik kom net vrij, Stijn speelt er goed in, aanname is goed en dan niet nadenken maar doen. Ja, en dan doelpunt nummer 2? Doelpunt nummer 2 was gewoon een counter geloof ik. En Koentje, ik kreeg op naar Koen van hey, ik sta voor de goal. Hij geeft hem goed, probeer hem even aan te nemen, keeper gaat liggen en net op naar de doorschrijven. Ja, en je vertelt of het iedereen doet. Het zijn gewoon zo gaan die doelpunten. Het zit gewoon veel gedachten achter. En het zijn gewoon heel veel trainingsmomenten waar je over traint. En het komt gewoon heel vaak terug. Ja, wat gaat er dan allemaal doorheen? Wat doe je daarheen als je weet van oké, ik ga gewoon bijna een doelpunt maken? Zo denk ik niet per se na, maar ik probeer gewoon zo gevaarlijk mogelijk te zijn, zoals ik altijd zeg. En ik probeer gewoon niet na te denken, maar gewoon te doen. En ik heb daar gewoon meer succes mee. Een hele andere gedachte is dan normaal heb ik niet per se voor welke bal genomen. Ja, dan zagen we nog op een speciale manier. Misschien kun je nog een keertje worden. Ja, deze. Ja, die? Ja. Ja. Vertel. Nou, Chappie natuurlijk is geïnteresseerd gegaan de laatste training. Dat is gewoon een goed maatje voor mij. Ook mijn roem neerzet. En ik vind het gewoon echt een topgast. En heel sneuvel omdat hij net is afgehaakt. En hij zei voor de wedstrijd tegen mij van, als je nou scoort, doe deze. Dat is een beetje onze celebration. Dus ja. Ik maak een celebration. Ik wil dat hij bij me is. Dus als jij straks je telefoon opent, dan heb je een berichtje van Thierry Boonemakers. Ik hoop het. Ik hoop dat het zo aardig is om even te gaan sturen. Anders dat welkom even. Ja, precies. Hey, vertel, Dico. We kennen jou een beetje. Je bent zelfverzekerd. Je weet dat je het in je hebt. Maar ergens moet je toch denken van, wat is dit dan een tiefelijk moment? Ja, ik zat een beetje in de bus hier naartoe over na te denken. Het is allemaal best wel, zeg maar, het is best wel snel gewenning. En natuurlijk, ik geniet er mega van. Als ik mijn moeder en mijn opa daar op de tribune zie, ja, ik word gewoon bijna wat sneller van. Het is gewoon zo mooi, weet je, iedereen leeft helemaal mee. En mijn familie komt, mijn pa, mijn broertje, mijn vriendin. Dus het is meestal mooi dat we met z'n allen dit gewoon voor elkaar kunnen krijgen. Alleen ja, ook dingen winnen. En het is niet een andere bal in één keer. Of, ik, het is allemaal hetzelfde. Het is 11-11, bal nog steeds bond, gewoon die clichés. Maar dat is echt zo. Dus op een gegeven moment wendt het. Ja, het wendt en dat is natuurlijk ook heel goed, hè? Ja. Je kan goed met je zenuwen omgaan. Maar heb je dan vanmorgen nog een extra telefoontje of een belletje of een appje van je familie, van je vrienden gekregen? Ja, zoveel. Ik heb zoveel lieve apps gekregen. Ik zeg het ook de hele tijd met mijn kamer, dat ik er weer zo'n lief appje binnen heb. Van allemaal zulke lieve mensen die al zo lang met me zijn. Dus het is gewoon heel bijzonder om dat zo dan om mee te maken. En ja, daar hou ik me echt veel energie en plezier van. Eerste wedstrijd, 2 doelpunten. Wat gaan we nog meer van jou verwachten, Dico? Het is nu gewoon doorbouwen met het team, het is gewoon beter worden. Ik merkte dat het eerste kwart waren was troef. Een beetje in de wedstrijd komen en je merkt langzaam het gaat niveau omhoog en omhoog en omhoog. En dat is ook gewoon ons doel voor het toernooi, is om het toernooi gaan groeien. Fitter worden met z'n allen, we zijn al mogelijk te fit. En gewoon als geheel, zeg maar, stappen maken. En dan uiteindelijk met een gouden blok om je nek? Dat gaan we voor, als we doen.